Ik ben trots om een boerendochter te zijn. Ik ben blij dat ik op een boerderij op ben gegroeid en dat ik die vrijheid en de natuur dicht bij me heb. Zijn die anders dan andere boerendochters? Ja, nou ja, ik denk wel dat je een andere mentaliteit hebt als boerendochter zijn. Ik ben in ieder geval vanaf jongs af aan gewend om thuis mee te helpen en ja, het vormt je denk ik wel. Ja. Kijk, hier staan de kalfjes. Veel vrijheid, hè? Veel buitenspelen en kampvuren maken en buiten kamperen in onze bossen. En, ja, leuk. En daarachter, in die bossen, dat deed ik vroeger altijd wel mijn oefeningetje zeg maar, hier op de laan op- en afstappen heb ik daar eigenlijk geleerd. Sanne van Pasen is een frisse verschijning in de crosswereld. Ze is niet te beroerd om stevige antwoorden te geven. Kan je wereldkampioen worden? Natuurlijk kan ik wereldkampioen worden. Of dat het Sankt Wendel gaat horen, ga ik alles aan doen. Maar binnen nu en een korte termijn, binnen een aantal jaren, ga ik zeker wereldkampioen worden. En ze maakt zich niet te snel druk. Ik ga deze week gewoon genieten van het wereldbekerklassement. En kijk, druk is er nu af voor mij. Het 2K kan het alleen nog maar mooier maken. Dus. Van Pasen won dit weekend het wereldbekerklassement. Seizoen geslaagd. Het kan alleen nog maar mooier worden. Al wordt winnen in Sankt Wendel lastig. Van Pasen komt nog iets te kort op het topduo Catherine Compton, Marianne Vos. Mocht het snel zijn en dat het bevroren is, dan zal Vos een grotere kans maken. Maar stel je voor dat het modder is en net zo'n omstandigheden zijn als Hoogheide. Ja, dan is Compton denk ik wel zeker de favoriet, ja. Kat te koop. Wie wil hem? Wie biedt? Hartstikke lief. Hè? Dit is thuis, ja. En ik vind dat mooi om weer bij de koeien bezig te zijn. Om met mijn ouders een bak koffie te drinken. En even lekker hier te wandelen in de bossen of vanuit hieruit te gaan trainen. En, ja, dat is altijd fijn, ja.